Yo mensen van Noem Maar Gamen, vet dat jullie maar weer kijken naar deze nieuwe aflevering van The Wolf Among Us. Ik sloeg bijna mijn blikje om wat naast mijn microfoon staat, gelukkig is dat niet gebeurd. Maar in ieder geval, welkom terug. De vorige aflevering hebben wij Jack eens even goed bedreigd, want wij hebben namelijk het gevoel dat Jack de aanstichter is voor het veranderen van Lily. Lily is namelijk de zus van Holly, oftewel de barkeeper. En wat is eigenlijk een beetje het hele idee, is wij denken dat Jack ervoor heeft gezorgd dat Lily is veranderd in Snow White. En dat daarom Lily is vermoord. Want er waren dus een aantal moordenaars die achter Snow White aan zaten. En toen ze Lily zagen en ze zagen dat Lily eruit zag als Snow White, dachten ze van, hé, daar heb je er, laten we haar vermoorden. Maar ze hebben dus eigenlijk de verkeerde gepakt. Waar ik uiteraard enigszins wel blij mee ben, want anders hadden we namelijk onze geloofde kwijtgeraakt. Maar toch moeten we er wel achteraan gaan, want een moordzaak blijft een moordzaak. Laten we doorgaan met het verhaal, ik heb er zin in, hopelijk jullie ook. En let's go! Again, don't get your hopes up. There's nothing in here that'll tell you anything. Als het goed is, gaat hij nu de kluis openmaken en gaan we zien wat erin zit. Ik ben enorm benieuwd. Ik heb het idee dat er iets in gaat zitten, zoals een boek of zo. Er zit geld in ieder geval. Dat is het boekje. Dat is het boekje waar alles in staat over glamour. Oftewel de manier van het veranderen van het ene fabel naar het andere fabel. Dus je kunt jezelf dan eigenlijk veranderen van een troll naar weet ik veel wat anders. Who's this Mr. Smith? Mr. Smith. Die heeft ervoor gezorgd dat Lily is veranderd. Might be a fake name, Bigby. Secrecy is sort of how this all works. Even Ants knows that. What's 207? Room number? I don't fucking know. Millimeters maybe? Don't bullshit me, Georgie. This is your Georgie die wil gewoon niet eerlijk tegen ons zijn, want hij weet namelijk dat zij eerlijk tegen ons is, dat diegene die dan eigenlijk Lily heeft veranderd, ook boos moet worden op hem. I provide an erotic venue to attract and retain clients. But let's be clear on something. Oh, er gaat een deur open. Wie is dat? Oh, dat is weer die stripper. Not me, the girls. They're the ones with the Mr. Smiths and Joneses and Mr. X-types. Dat is zo niet Whatever waar. Happens outside the club, that's on them. I log the business, take my cut. Well, misschien kunnen we wat meer informatie krijgen uit die stripper. Als we die stripper nou geld aan doen, of iets in die kant, en we vragen haar wat meer informatie, moet het denk ik wel goed komen. Tenminste, ik neem eigenlijk aan van wel, maar of dat gaat lukken, dat betwijfel ik een beetje. Ze zat net namelijk ook al heel erg zenuwachtig bij de deuropening te kijken. Dus laten wij even gaan kijken of we naar de stripper toe kunnen. Oh, nou, zij zijn aan het bellen. Dus als we hier nou naar binnen gaan, dan kunnen we misschien even aan de stripper vragen wat er nou nog meer voor informatie eigenlijk achtergehouden wordt voor ons. Hallo? Stripper? Ik zoek een stripper. Oh, dat klinkt zo retarded. Oké, laten we even kijken. Hier staat een chubby. Of een cubby. Wat de fuck is een cubby nou weer dan? Ik heb serieus totaal geen idee. Oh, die is van Faith. Wacht. Faith? Wat dus eigenlijk gewoon de allereerste persoon was die vermoord werd in The Wolf Among Us. Ik heb het idee dat Faith hier ook wat mee te maken heeft. Ik heb eigenlijk het idee dat Jack de aanstichter is van zowel de moord op Faith als de moord op Holly. Ik denk het. I'm not sure about it, maar of nee, ik denk niet dat hij de aanstichter is van de moord op Holly, maar ik denk wel dat hij de aanstichter is van het veranderen in Holly naar Snow White. Waardoor ze dus vermoord is. Want als zij gewoon Holly was gebleven, oftewel de lelijke trollo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 l, dan was er waarschijnlijk helemaal niets met haar gebeurd. Maar omdat die fucking Jack, of ik geloof dat die Jack heet, waarom kan ik niet meer bewegen? Oh, je kunt natuurlijk back-off doen. Oké, wat ligt hier beneden? Wat zijn dat? Dat zijn scherven, of niet? Of ligt dat aan mij? Lipstick, lipgloss, compact. Lipstick, lipgloss, oh, dat zegt me helemaal niets. Maar er ligt wel iets van een spiegeltje. Misschien zit daar iets geheims in, you never know. Die is ook van Faith. Oh, ze hebben allemaal hun eigen make-up dingetje. Dit is weer een cubby. Ik heb geen idee. Die is van Lily. Ja, Lily die heeft helemaal geen spullen meer. Ze waarschijnlijk heeft zij al de spullen meegenomen. Of al haar spullen zijn geëxecuteerd. Of ik weet niet hoe je dat noemt. Maar in ieder geval weggehaald hier. Lijkt mij enigszins wel logisch. Als het goed is, zit hier de stripper. Ja, daar is ze. I don't remember ever seeing you here before. Didn't have a reason. I'm here now. I keep hearing that. Laten we dat zeggen. Somebody else said that to me. The way in. I guess we're all surprised. Nou, dat kan wel. Ik bedoel, ik ben ook maar gewoon een vleesetende wolf. Is dat heel raar? Zie je dat niet vaak? Een wolf die in een stripclub binnenkomt? Nee, is dat nieuw? Oh, nou, ik vind het eigenlijk wel normaal. Ik zie zo vaak wolven in stripclubs. Ik heb zelf 4 stripclubs en er komen alleen maar wolven. Soms ook tijgers, maar die komen er niet heel veel. Once upon a time. Oh, we kunnen ook gewoon even pauze zetten. Dan kunnen we rustig kijken wat we willen kiezen. What are you doing here? What do they call you now? Laten we dat eerst vragen. We gaan niet gelijk vragen, wat doe je hier, bitch? Maar gewoon, hé, hoe doen we ze hier nu? What do they call you now? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Whatever makes them happy. Oh, dat is niet heel erg goed. Want als ze het namelijk leuk vinden om jou goed te noemen, dan is je hoor. En dat is dus wat hun misschien wel blij maakt. Maar oké, in ieder geval. I've got some questions. En dat voelden ze waarschijnlijk al. I don't have answers. You'll have to find those yourself. Wat nou als we je iets aanbieden? Misschien kunnen we je redden van Jack. Als we hem nou heel veel geld geven. Lily last night. Mr. Smith.
Laten we eerst vragen Lily last night, want Mr. Smith is waarschijnlijk een schelnaam, daar hebben we niks aan. Last night? You know, where she went or who she was with. Maar dat maakt toch helemaal niet uit als zij ons informatie geeft. Dan kunnen wij toch gewoon zeggen dat we de informatie van iemand anders hebben gehad. You can't talk about work. Dat is niet jouw werk, toch? These lips are sealed. Oh, waarom zijn al die lippen gesealed? Kom op, joh. Is dat nou zo 2040 van hé, laten we onze lippen gaan sealen? It's how things work here. I don't give a damn. People keep saying that. Laten we dat eerst zeggen. Niet van you disappoint me, dat is misschien een beetje lullig. Laten we gewoon een beetje gentle blijven. People keep using those phrases. What does it mean? Ja, ik ben er ook op benieuwd naar. Narissa not as dead. Oh, is this erg? Is what I need to know about. Lily's last entry. Who's Mr. Smith? Where's room 207? Iedereen zegt those lips are sealed. Toen ik net aan haar vroeg van waar slaat die zin op, zag ik linksboven in de hoek staan. Er stond mijn facecam overheen, dus ik zeg het nog even. Stond er van Lily not, of nee, not Lily, maar dat zij het in ieder geval opmerkte. Dus waarschijnlijk is dat een zin die ze allemaal moeten zeggen van Jack. Holy fuck. To know. Dat is gewoon zo. Dat kan niet anders. Kan geen toeval zijn. These lips. Oh shit. These lips are sealed. Alsjeblieft, Sheriff zeg wat. Wolf, would you like to make an appointment with me? Oké, dat is wat chill. Of staat Jack achter me? No, what I'm here for. What are you suggesting? Oké, laten we gewoon oké zijn, want zeer waarschijnlijk zegt ze dat niet voor niks. Of Jack staat achter ons, of ze wil het alleen zeggen wanneer we een afspraak hebben. What would I need to do? Nou, een appointment, een afspraak. I need 150. It's not good to be short. We hebben al ons geld weggegeven aan Faith. Pay her. Kan dat? I'm broke. Kut zo. We gaan proberen te betalen, maar dat kan geloof ik niet. Want we hebben alles aan Faith gegeven. Scheiße. Ja, dat is dus een beetje een fout die we hebben gemaakt. Waarschijnlijk als we dat niet hadden gegeven in het begin van de game, hadden we toch nog wat geld vragen gehad. Dan hadden we namelijk nog die $48.50 gehad. Want tenminste, ja, we gaven $58.50 geloof ik aan Faith. Wat we nu dus niet meer hebben. Jammer. Huh? Wait here for a second. Oh, ze gaat het geld natuurlijk aan Jack geven. En gaat ze zeggen dat ze dat heeft gekregen van Wolf om met ons mee te komen. Maar gaat Jack dat wel pikken? Ik denk het eigenlijk niet. We hebben dat boek trouwens meegenomen. Ze krijgt klappen, let op. Of niet? Nee, gelukkig niet. Ik schrok al even. Oké, mooi. Wat? We hebben een hotelkamer gekregen. You'll think of something. You'll think of something. Misschien is er dan toch een manier om in 207 te komen. Ik heb eigenlijk geen idee waarom we een sleutel hebben gekregen van kamer 204. Enjoy your stay. I hope you find what you're looking for. De kamer waar wij nu naartoe gaan, dat is de kamer waar hun hebben ontmoet. Oftewel Lily en degene die haar heeft laten veranderen. Dat is denk ik een beetje het hele idee. Maar zij mag niks zeggen. Ze weet het waarschijnlijk wel. Alleen omdat ze niet mag zeggen, ik weet niet, misschien is er een spreuk uitgeroepen over hun. Waardoor ze het niet mogen en kunnen zeggen. Want als er namelijk geen spreuk over hun was uitgeroepen, had ik gewoon met haar kunnen afspreken. En had ze het mij alsnog kunnen zeggen. Maar er zit waarschijnlijk wel een bepaalde reden achter waarom ze elke keer zeggen, those lips are sealed. Ik denk dat de reden is dat er een bepaalde spreuk over hun heen zit, waardoor ze veranderd worden of zo. But I don't know. Ik bedoel, het is de Wolf of Mangas, alles is mogelijk. Maar ik denk dat wij niet voor niks naar deze kamer worden gestuurd. Zij weet wat er aan de hand is en zij stuurt ons naar deze kamer. Dat is niet niks. Laten we even kijken waarom we naar deze kamer worden gestuurd. Daar ben ik enigszins wel benieuwd naar namelijk. En dan zullen we zeer waarschijnlijk snel genoeg gaan achterkomen. Dat hoop ik tenminste. Oh, ik heb een heel naar velletje op mijn lip zitten. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat kan enorm vervelend zijn. Serieus, politie die een hoertje meeneemt? Of gered heeft? Wat? Is dat nieuw? Ik vertrouw het niet. I don't freaking know. Waarom zou een politie binnengaan in een fucking stripclub? Naar buiten komen met een hoertje? Een kus geven, of een knuffel geven eigenlijk, en weer weglopen. Is dat de nieuwe logica? Ik heb geen idee. Maar ja, daar zullen we waarschijnlijk ook vanzelf wel gaan achterkomen. Al die dingetjes zullen vanzelf wel een soort van, I don't know, een eindresultaat vormen. Ik weet het niet, maar dat hoop ik eigenlijk wel. De Open Arms Hotel. Kamer 214 is waar wij naartoe moeten. Dat is namelijk de kamer waar wij een sleutel van hebben gekregen. Natuurlijk moeten we weer eerst even met heel erg veel swag een sigaret opsteken. Wij moeten namelijk er wel uit blijven zien als een gentleman. Geen idee wat roken te maken heeft met het zijn van een gentleman. Maar hey, ieder zijn ding. Er staat er achter ons ook heel random een cola-automaat. Oké, nice. Wat zullen we gaan doen? Zullen we gewoon eerst even een cola-automaat? Ja, laten we dat doen. Ik heb zin in een colaatje. Look at the soda machine. She'll kill you. Ja, this shit will kill you, inderdaad. 100% suiker en 0,000000% cafeïne. Of eigenlijk 100... Nee, ik denk dat het eigenlijk gewoon 99% suiker is en 0,5% cafeïne en 0,5% vet. Zoiets zal het wel zijn, tenminste de cola in deze game dan. In het echt denk ik ook. Oké, laten we even kijken naar deze telefoon. Misschien kunnen we daar ietsje mee doen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja, dat is inderdaad wel handig.
Je hebt een telefoon hangen in de receptie van het hotel, alleen het snoer is doorgeknipt. Ja, daar heb je niet heel erg veel aan. Laten we voordat we gaan inchecken eerst even overal gaan kijken. Dat lijkt mij in principe wel een handig idee, want voor hetzelfde geld vinden we erg nog belangrijke aanwijzingen die we niet hadden gezien wanneer we gelijk ingecheckt waren. Dus ik wil eerst even rustig om me heen gaan kijken voordat ik ga inchecken. En dat kunnen we op meerdere manieren doen. Keep your pants on, buddy. You have to check in first if you want a room. Oh, klinkt een jonge meid. Mosey on back and we'll get you set. I don't have anything to do. Are you hiding something? Why can't I go upstairs? What's going on up there? What's going up there? Ik denk eigenlijk wel iets. Oh, Beauty? I work here, okay? I work the front desk. It's to help pay rent. Oh my god, what the fuck? Ik had al het idee dat ik haar stem ergens van kende, maar ik wist het niet zeker. Dus daarom zei ik al van ze. Ze klinkt jong. But ik heb kijken, you should tell Beast, I won't say anything. Laten we gewoon aardig tegen haar blijven. Als we namelijk zeggen, I won't say anything, dan zal het ervoor zorgen dat zij dat onthoudt, dat zij een beetje een goede inkijk van ons krijgt, en dat lijkt mij persoonlijk goed idee. Dus ik zeg gewoon, ik zal niks zeggen. Live at the woodlands. He'd be mortified. Well, your secret's safe with me, all right? Let's not make a big thing of it. Thanks, Bigby. And ja, kijk, YouTube wil me hebben dit. Kijk, we zijn aardig tegen haar. Als we hadden gezegd van je had het Beast moeten vertellen, dan had zij waarschijnlijk gezegd van hey, doe het alsjeblieft niet. En dan zal ze waarschijnlijk ook onthouden dat ze niet tegen ons iets moet doen. Have a key. Someone else was murdered last night. I heard. Gelukkig kunnen wij wel tegen haar gewoon eerlijk zijn. Omdat zij namelijk iemand is die wij al kennen. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Tenminste, dat weet ik zeker. Maar hoe goed wij kennen, dat weet ik niet. The troll. Ik kan het gewoon niet laten wanneer ik troll hoor. Wanneer ik troll hoor, zie ik gelijk dat grote witte trollface voor me. Geen idee of het iets wat alleen ik heb is, maar het zal wel in ieder geval. Did you know Faith? Ever seen Lily with anyone? Have you seen Snowhere? Go up room. Voordat we naar boven gaan, wil ik haar eerst nog even een vraag stellen. Tenminste, dat lijkt me wel handig. Ik bedoel, nu hebben we de mogelijkheid om hier te weten te komen over deze moordzaak. Dan moeten we denk ik die mogelijkheid ook maar met beide handen aanpakken. Dus ever seen Lily with anyone? Ever seen Lily with someone here? Maybe on a job. Blowjobs, but nobody I've recognized. I've worked here that long, though. How about a room register, or someone named Mr. Smith? Mr. Smith is waarschijnlijk gewoon een naam die niet echt is. Jones or Johnsons. I think the last ones are jokes. Yep, dat denk ik ook. Ik weet vrij zeker dat al die namen zoals Smith, Johnson en Franklin, al dat soort shit, dat eigenlijk alleen maar schuilnamen zijn om er zeker van te zijn dat we eigenlijk niet opvallen. Of niet dat wij niet opvallen, maar dat hun niet opvallen. Dus ze willen eigenlijk gewoon een beetje anoniem blijven. En daarvoor geven ze dus maar gewoon schuilnamen op. Ik bedoel, wie kijkt dat nou na? He, dat is dus wel een beetje het nadeel. Je kunt eigenlijk altijd gewoon een schuilnaam bedenken. En dan gaat in dit geval de politie, of de sheriff, achter die schuilnaam aan. En dat geeft dan waarschijnlijk een dood spoor. Maar ja, maakt niet uit. Did you know Faith? A girl named Faith? Dat is namelijk degene die als allereerst vermoord werd in deze game. En ja, er zijn dus meerdere moorden geweest. By the end of the night, it's kind of a blur with all the names. Tara, Brandy, Amber, Heather. Sorry. Ja, dat is wel enigszins begrijpelijk. Laten we dan maar de laatste vraag stellen. Have you seen Snow here? Have you seen Snow White down here? Or maybe somebody glamored as her? You know, it's funny. I did see someone who I thought looked a lot like her, but she didn't say anything when she saw me, even though she knew that I saw her. I just assumed okay, it wasn't dat degene is waar wij naar zoeken, of tenminste degene die vermoord is. Dat doe je toch niet, joh. Dat is toch niet jouw hotel. Kom op, joh. It'll be better if anyone sees you, that they at least see you with me, so they know that I didn't let you just wander around by yourself. Okay. 5 minutes, please. Dat lijkt me inderdaad een handig idee. Dus wij komen zo meteen naar boven wanneer Beauty of als hij is. Like Okay, dus schijnbaar omdat hij natuurlijk een beetje een slechte reputatie heeft, moet Beauty net alsof doen dat zij hem eruit wil kicken van het hotel. Dus niet van een Minecraft server. Oh my god, ik verspeel veel van Minecraft. Maar zij moet dus eigenlijk net alsof doen dat zij Wolf Bigby weg wil hebben uit het hotel. Want hij heeft best wel een slechte reputatie. En daar moet in dit geval Beauty dus wel aan voldoen. Dus zij moet wel laten zien van hey, die Wolf Bigby, die mag ik ook niet. Tenminste, dat is wat ik heb kunnen opnemen of eigenlijk kunnen uitmaken uit wat ik net gezien heb. Maar of het ook echt waar is wat ze zeiden of wat het ook echt goed is wat ik begreep, dat weet ik nog niet helemaal. Maar dat zien we vanzelf eigenlijk wel. You want me to lie? I'm going to tell the truth. Laat dat maar niet zeggen. Laten we zeggen no problem. Ik bedoel, we moeten een goede reputatie tegenover houden. Ik bedoel, ze is blond en een meisje. Nee, oké, laat maar zitten. Jullie begrijpen wat ik bedoel. We moeten wel gewoon een goede reputatie houden. Want wij zijn namelijk de gentlemen, zoals ik mezelf al vanaf aflevering 1 heb genoemd. Dus laten we maar wel gewoon een beetje aardig blijven. Holy fuck! Wacht. We kunnen eerlijk zijn tegen haar. En zeggen dat we room 204 moesten hebben. Maar
Wij kunnen uiteraard ook naar kamer 207. Oftewel de kamer waar wij alles... Horen jullie ook een krakend bed met een schreeuwend meisje? Laat het daar maar even niet over hebben. Ik heb namelijk het idee wat er aan de gang kan zijn. Maar ik wil het helemaal niet zeggen in deze video. Kamer 207 was de kamer waar ze het eerst over hadden. Oftewel Jack en Hans in de stripclub waar we de vorige aflevering waren. Dus laten we maar even gaan liegen. Laten we eerst even gaan luisteren naar die kamer. Ik hoor namelijk een krakend bed. En een schreeuwend meisje. Is er iemand binnen? Ik hoop het eigenlijk niet. Niemand? Misschien moeten we even gaan kloppen. Lijkt me een handig idee, want voor hetzelfde is hier iemand binnen. Even kijken. 207. De kamer waar wij niet de sleutel voor hebben gekregen. Maar wel de kamer wat het meest besproken werd de vorige aflevering. Dus fuck it, we gaan naar binnen. Ik ben heel benieuwd. You have keys to these rooms? I thought you had a key. Oh, kut. Not to this one. Hold on, Bigby. I can't just let you go into any room you want. Ja, oké, okay, maar dat is wel de kamer waar we in moeten gaan. What if someone found out? I could get into a lot of trouble. You have to let me in there. This is the room 207. But I... This is the room Lily was in. Ja, hier moeten we naar binnen komen, want hier zit namelijk aanwijzing van Lily. Oh, nice, maakt hem open, mooi. Hopelijk onthoudt ze dit niet, want we hebben natuurlijk best wel leuke dingen tegenover haar gedaan. Ja, leuke dingen. Weird. In haar ogen zijn het waarschijnlijk leuke dingen. This key is supposed to open every room in the building, but it's not working. Beauty! Ah, schrok, jongen. Bigby? Oh, nee. How could you do this to me? No, sweetie, no. Wait a minute. Oh, nee, dit is niet goed. We've been together through everything. I took care of you. Oh, nee, hij denkt natuurlijk dat ik vreemd aan het gaan ben met haar. Please. Nee, dat is niet waar. You're cheating on me! Nee, nee, nee. With him? Nee, no, dat is niet waar. No, beast. I promise I'm nee, niet slaan, niet slaan. I'm helping him. That's all. I'll bet! Oh, nee, shit, sure hij wordt you het beest. Help each other just great. I know what this place is. Ik zeg dat we you've got it wrong. Nee, laten we zeggen dat we met de moord bezig zijn. This is a murder investigation. She's helping me. Stop lying to me. Nee, dit is echt, bitch. What the fuck je moet hier geen bees noemen, maar bitch. She's my wife. En dan moet je in plaats van die rode ogen roze ogen krijgen. Nee. Nee. Bastard. I guess I finally see you for who you are. Nee, maar het is niet. Stop it. Het is een you moordzaak, oké? Okay? Ik bedoel, ik ben een sheriff, wat denk je? Fucking liar. You've been sleeping with her this whole time. Nee, listen is niet... to oh your God. Wife. Just calm down and... Beast. Oké, okay, dat was een goede keuze, want schijnbaar luistert hij. Oh, hij had ook in één keer horens. Ja, en punt horen wou niet. Oh, fuck. Kut, kut, hadden we moeten ontwijken. Shit. What the hell do you think you're doing? Oh nee. Shit. Shit, hij begint sterker klauwen te krijgen. Hij begint horens te krijgen. Hij begint rode ogen te krijgen. Dit moeten we niet hebben. Druk, 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 druk. Snel. Oké. Dat was eigenlijk wel het beste om te doen. Ik bedoel, we moeten te blijven vechten. Kunnen we niet ergens, kunnen we hem niet in een bepaalde greep nemen? Dat hij zeg maar geen kant op kan, want vechten is namelijk ook niet het beste. En hij mond het hele hotel. Oh my god, shit. Hij wordt een... Fuck! Hij wordt een... Ik word een weerwolf en hij wordt een beest. Het is niet best. Shit, man. Kut. Oh, kut. Ik wil niet vermoord worden door een stang. Boom. Rammen. Kopstoot. Nee. We maken hem blind. Oh, nee. Dit vergeeft zij ons nooit meer. Dit vergeeft zij ons serieus nooit meer. Oh, nee. Wat hebben we gedaan? He's had enough. He's had enough. Laat hem gaan. You didn't hit Beast. Ja, dat is het beste wat we kunnen doen, want hij is namelijk blind. Oh nee. Kut, dit is niet best. We gaan helemaal kapot hier. We gaan allebei helemaal kapot, want hij kan namelijk niets meer zien. You ruined everything! Nee, maar wij hebben niks gedaan. We zijn de moordzaak aan het oplossen. We zijn toch binnen in kamer 207. En zeer waarschijnlijk vinden we hier nu wat. Dat lijkt me in ieder geval heel logisch. Oh, hij ziet nog wel gelukkig. Shit, Bigby. What have you done? Zijn ogen, man. What is this? Bigby. Look what you did to the door. You can't just act like this whenever Stand you... Stand back. You don't want to see this. Oh my god, what the fuck? Hier is het waarschijnlijk gebeurd. Shit. Doors open now. Stay outside. Beauty, laten we dat maar doen. Stay in the hall. What? Why? What's going on? Nee, nee, nee. Oh my god. Ik zei het don't al. Don't touch anything. Is this... Lily met her client here.
Mr. Smith. Ze waarschijnlijk Lily hier heel erg hard bedreigd en is ze misschien wel opengesneden of wat dan ook. Oh, het klinkt echt allemaal heel erg misselijkmakend en heftig. Maar dit is waarschijnlijk de plek waar Lily is bedreigd en ook nog eens om is getoverd tot inderdaad Snow White. Dus ja, het is allemaal een beetje moeilijk, zeg maar. Must have happened right here. Yep. Waarom allemaal roosblaadjes? Om het lekker te laten ruiken. Of course, dat is lavendel. Lavendel, dat ruikt best wel lekker. En dat, ja, stopt eigenlijk de stank. En dat hebben ze er waarschijnlijk over het bloed heen gelegd. Om dan niet het hele hotel te laten ruiken. Beauty, what? I'm not a prostitute, you idiot. I work at the front desk. Who went in this room? That is anything strange? Yeah. See anyone suspicious? Ja, laten we vragen. See anyone suspicious? Want hier is in ieder geval iemand geweest die Beauty heeft gezien. Want iedereen die in het hotel komt, die moet eerst inchecken. Dus waarschijnlijk heeft Beauty met iemand gesproken die dus de aanzitter is van dit alles. Maar ja, wie is dat? Was anyone acting suspicious? Maybe moving a heavy piece of luggage or... got the body out of here somehow. Jesus Christ. No, I didn't see anything like that. Oh, what the fuck? Hoe heeft hij dan dat... Misschien heeft hij het wel in de wc gedaan ofzo. Of misschien heeft hij het wel in kleine stukjes verspreid over het hotel. Er zijn zoveel mogelijkheden om een lijk te dumpen. Lijkt mij in principe in deze game. Ik bedoel, er zijn ook groene vliegende aapjes. Dan is hier ook wel mogelijkheid voor. Maar hoe dit heeft gedaan, kijk, dat weet ik dus niet. How is that even possible? Onder het bed. There's so much blood. Go lock the front door. Oh, natuurlijk, het is niet meer. Dat lichaam is natuurlijk bij ons, logisch. I need you to be sure no one comes in here. This is a crime scene, okay? But... Just do what he says. Ik snap niet hoe hij überhaupt nog kan kijken wanneer wij onze nagels in zijn ogen hebben gehad. I'll explain later, okay? Oh my god, hij is helemaal in elkaar gemet, net zoals ons. Baby, what kind of a person could do something like this? Jack. Bijvoorbeeld. Woodsman ook, zou ook wel zoiets kunnen doen. Er zijn zoveel mensen die wij al hebben ontmoet in deze game die zoiets wel zouden kunnen doen. Maar ja, jongens, bedankt voor het kijken van deze nieuwe aflevering van The Wolf Among Us. Vond je deze nieuwe aflevering leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. Abonneren kan je doen door even die mooie abonneerknopje onderaan de video te klikken. Dat zou ik ook enorm op prijs stellen. En dan zie ik jullie graag de volgende aflevering weer met een nieuwe aflevering van The Wolf Among Us. Waarbij wij gaan proberen deze moordzaak op te lossen. En waarbij wij gaan proberen de misdadiger te zoeken die dit alles heeft aangericht. Bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. En dan zeg ik ciao.